Maurice en ik hebben ooit eens, toen we 10 jaar waren, hadden we Fred, onze buurjongen, wijsgemaakt dat hem geadopteerd was. Echt, we hadden dan een walkie-talkie helemaal bovenin, vanachter in de haag verstopt. En als dan Fred in de tuin kwam spelen, dan hoorden we hem opeens... Hey Fred! Het is die oma hier! Vanuit de hemel! En toen zagen we door de gaatjes van de haag Fred zijn broekskunde al helemaal vol lopen. Fred! Ik weet dat je vandaag niet zo gelukkig bent, hè? Omdat je als laatste bent gekozen op de voetbal. Maar kom aan, er zijn ergere dingen in het leven. Zoals die keer toen je als laatste bent gekozen in het weeshuis. Wist jij dat niet? En jij mocht van geluk spreken dat je 2 ouders hebt die je heel graag zien. Want je echte ouders die haten u. Anders hadden ze nooit geprobeerd om je om te ruilen voor 5 heroïnespuiten. Fred, huilend naar binnen gelopen, 2 dagen later opgenomen in het ziekenhuis. Nooit niks meer van gehoord. Moest ik weer op zoek naar iets anders. En toch heb ik altijd op dat soort momenten gedacht... Misschien heb ik wel te weinig fantasie.